Laat opa maar schuiven. Laat opa maar doen. De liefde? Ah, dat is zo belangrijk in het leven. Ja. Dat is het mooiste wat er is. Dit is Wim Roma, 83 jaar. Hij heeft onlangs zijn eerste cd uitgebracht, Laat opa maar schuiven. En die staat vol levenswijsheden. Elke week gaan we bij hem langs om ons licht op te steken. Vandaag, hoe kan je het beste omgaan met je tweede liefde, volgens Wim? Wat is nou afstand als het om liefde gaat? Dat is helemaal geen punt. Kijk eens even, van de ene kant van Nederland tot de andere kant van Nederland. Tot aan de Duitse grens, zowat. Wim woont in Vlissingen, maar zijn vriendin woont in het oosten. Bijna in Duitsland. Maar die afstand is totaal geen probleem. Vorige week, donderdag 19 september, 12,5 jaar. Lat relatie. En dan zoiets krijgen. Oh, de liefde spat eraf. En Tini is voor Wim al het tweede lot uit de liefdesloterij. Ah, de tweede liefde. Ja. Dan moet er dus toch eerst een eerste liefde geweest zijn. En die is er in mijn geval ook geweest. Een 45-jarig huwelijk. Hebben we nog net een beetje op bescheiden wijze kunnen vieren. Want mijn echtgenote die was dus 1,5 jaar zwaar ziek. Als Wim na de dood van zijn vrouw zijn leven weer een beetje op de rails heeft, ontmoet hij Tini. In de bus. Op weg naar Benidorm. Dus leuk zitten babbelen. En dan zit je 24 uur naast elkaar en met elkaar opgescheept, zal ik maar zeggen. Maar dat verliep allemaal heel leuk. Wim, je kreeg toch wel wat kriebels en zij kreeg de vlinders, zou ik het zo zeggen. Dus. Maar Wim laat zich niet meer helemaal inpakken. Zijn tip, blijven latten. Zonder belerend te zijn, als je dus nu door omstandigheden, wat dan ook, nieuwe relatie krijgt, probeer het in ieder geval in eerste instantie zo te regelen dat je elkaar eens in de 14 dagen of eens in de 3 weken, maakt niet uit, allebei je eigen home behouden. Voel je de spanning? De trilling van de rails? Bovendien natuurlijk, als je niet alle dagen op elkaars lip zit en je weet dat het maar steeds voor een weekend is, dan probeer je dus onaangename dingen te vermijden. Daar stap je veel makkelijker over iets heen en zeg je, ja, we moeten ons daar druk over maken. Een paar keer dat we elkaar zien. He? Ja, ik bedoel, dan is het iedere keer feest. Maar voor de liefde is dat ideaal. Maar voor de liefde is dat ideaal. Zonder liefde kan een mens niet. Hoe meer liefde of er zou zijn, hoe minder oorlog of er zou zijn. Dit was Achter het Nieuws. Goede avond. Dus laat opa maar schuiven. Laat opa maar doen.